FD Media Groep is een multimediale onderneming met een uniek bereik in Nederland. Wij bedienen zakelijke beslissers van betrouwbare, relevante en actuele informatie. FD Media Groep is actief in print, online, radio, data en events. Daarom zijn we een krachtige mediapartner voor bedrijven. Die kracht zit in de synergie van onze 5 merken. Het Financiële Dagblad, BNR Nieuwsradio, Fonds Nieuws, Redactiepartners en Company Info. Het Financiële Dagblad is de meest vooraanstaande nieuws- en inspiratiebron die financieel-economische ontwikkelingen in de wereld duidt. BNR Nieuwsradio is dé nieuwszender voor nieuwsgierige mensen met verstand van zaken. Geen ander radiostation in Nederland biedt dagelijks zo'n hoog selectief bereik in de ondernemende doelgroep. Fonds Nieuws is het grootste online en offline platform voor beleggingsprofessionals in Nederland. Met een nieuwssite, magazine en een unieke database. Met redactiepartners beschikken we over een gespecialiseerd bureau dat voor bedrijven communicatieoplossingen realiseert. Online en offline. Company Info is de dataspecialist van FD Media Groep en biedt klanten relevante en waardevolle informatie over alle bedrijven en organisaties in Nederland. De kracht van FD Media Groep is het gezamenlijk inzetten van deze 5 merken. Zo genereert u als partner een maximaal bereik in het hart van de ondernemende doelgroep. Om u een beeld te geven van de mogelijkheden hebben we 5 cases geselecteerd. Case 1. Crossmediaal partnership. Wie? KLM en ING zijn internationaal georiënteerde ondernemingen en binnen het business-to-business segment sterk gericht op ondernemers die over de grens kijken. Waarom? KLM en ING willen een logische partner zijn voor Nederlandse ondernemers die zaken doen in het buitenland. Wat? Via het door ons ontwikkelde crossmediale platform Wereldveroveraars worden ondernemers continu gevoed met onafhankelijke en relevante content over zaken doen in het buitenland. Dit gebeurt over alle kanalen van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. In print, op de radio, online en middels meerdere evenementen per jaar. Case 2. Campagne en corporate magazine. Wie? Fidelity is een van de grootste beleggingsbedrijven ter wereld. De verkoop van beleggingsproducten gebeurt via financiële instellingen. Waarom? Fidelity zocht meer naamsbekendheid bij nieuwe doelgroepen en verdieping in de communicatie bij beleggingsexperts. Wat? Met een uitgekiende campagne via Fonds Nieuws en het Financiële Dagblad bereikt Fidelity inmiddels bijna alle beleggingsspecialisten in Nederland. Ons custom mediabedrijf Redactiepartners versterkte de boodschap inhoudelijk met diverse whitepapers. Redactiepartners maakt ook het kwartaalmagazine Insight. Case 3. Thematisch sponsorship. Wie? Inspire, Shell, Regus, NS Station to Station. 3 heel verschillende organisaties verbonden door hun relatie met het thema mobiliteit. Waarom? Via een op maat gemaakt concept kunnen de partners zich profileren rond dit thema en in contact komen met de beoogde doelgroep. Wat? Tijdens de BNR Mobility Week ging BNR op zoek naar de meest innovatieve en duurzame oplossingen. Vanuit een mobiele studio presenteerde Umberto Tan de hele week de ochtendshow vanaf verschillende Shell tankstations. Een mobility debat en een mobiliteitsbijlage bij het FD volgden. Dit bood de 3 sponsoren het podium om zich te positioneren als autoriteit op het gebied van mobiliteit en innovatie. Case 4. Custom Magazine. Wie? Exact bedient een groot deel van Bedrijvig Nederland met softwarepakketten en maatwerk. Waarom? Exact wilde intensiever communiceren met prospects en klanten op het gebied van softwareoplossingen. Wat? Als sponsor van BNR Zaken doen met bereikt Exact binnen een zakelijk omveld beslissers. Via het sponsored magazine Fuel, bedacht en gerealiseerd door redactiepartners, communiceert Exact op inhoudelijk niveau met klanten en prospects.
Zij worden voorzien van nuttige informatie waarbij ondertussen Exact als logische partner wordt gepositioneerd. Case 5. Event, krant en database. Wie? ING is de bankier van Zakelijk Nederland. Van beursgenoteerde multinationals, MKB-ondernemingen tot ZZP'ers. Veel ondernemers hebben een nauwe relatie met ING. Waarom? ING zoekt voortdurend naar middelen en kanalen om de relatie met de zakelijke klant te verdiepen. Wat? Met inhoudelijke campagnes in het FD, spots op BNR, events en online uitingen communiceert ING rechtstreeks met ondernemers. Daarnaast produceert redactiepartners specifiek voor ING de krant Ondernemen, die met het FD wordt gedistribueerd. Ten slotte maakt ING gebruik van de uitgebreide bedrijfsdata die Company Info biedt. Wilt u ook de zakelijke beslissers van Nederland bereiken? Dan is FD Media Groep uw partner, online en offline. 24 uur per dag, 7 dagen per week. FD Media Groep.